2018 was voor TNO een goed jaar. We hebben vorig jaar de omslag kunnen maken van een situatie van krimp naar groei. Zo'n 100 miljoen omzet erbij, doordat de energieportefeuille van ECN met die van TNO is samengevoegd, doordat de regering extra investeert en het bedrijfsleven ook. En dat stelt ons in staat om nog meer impact te creëren als het gaat om de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Neem bijvoorbeeld hoe we met z'n allen de wijken aardgasvrij gaan maken. En die impact die creëren we met een nieuwe organisatie die we vorig jaar hebben ingevoerd. 9 units, waardoor de slagvaardigheid van TNO verder is vergroten. En we onze klanten en partners nog beter kunnen bedienen. Als je kijkt naar het resultaat van TNO, hebben we een goed jaar gedraaid. Zo'n 4,9 miljoen resultaat na belasting. Dit resultaat werd geconsolideerd, wel gedrukt door een aantal tegenvallers in deelnemingen. TNO heeft natuurlijk geen winstoogmerk, maar het is wel noodzakelijk om een klein resultaat te draaien, om zeker te stellen dat we kunnen blijven investeren in nieuwe kennisopbouw en faciliteiten. Onze ambitie is daarom om dit resultaat de komende jaren verder te verbeteren. Maar waar het natuurlijk echt om draait, zijn de innovaties die TNO samen met zijn klanten en partners realiseert. En een spectaculair voorbeeld is de bouw van een hele grote telescoop, zo groot als een voetbalstadion, in Noord-Chili, waar TNO samen met VDL het onderstel voor heeft ontworpen. Of neem bijvoorbeeld het programma op het gebied van leefstijl geneeskunde, dat TNO samen met het Leidse Universitair Medisch Centrum heeft opgezet. Met als doel om diabetes 2 te genezen met veranderingen en aanpassingen in leefstijl in plaats van met medicijnen. Het uiteindelijke doel van TNO is natuurlijk om de technologie en de kennis die we hebben ontwikkeld naar buiten te brengen. Daarom hebben we het Technology Transfer Programma ingericht. En in het kader van dat programma heeft TNO vorig jaar acht nieuwe bedrijven opgericht. Een voorbeeld daarvan is Saltech. Een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met de volgende generatie flexibele displays. Displays die we allemaal kennen, bijvoorbeeld van onze telefoons. Maar voor nu wil ik alle klanten en partners opnieuw heel erg bedanken voor het vertrouwen dat in TNO is gesteld. En tenslotte wil ik natuurlijk ook alle medewerkers van TNO en de ondernemingsraad enorm bedanken voor hun inzet, enthousiasme en bijdrage in 2018. Wilt u meer weten over TNO? Klik dan op de videocompilatie 2018 of ga naar TNO.nl voor het jaarverslag 2018.